De toenemende droogte in Nederland maakt dat elke druppel telt. Dat is helemaal het geval in het Waddengebied, waar samen met de droogte ook verzilting optreedt. Op Texel speelt nog iets belangrijks. Hier komt al het water voor de landbouw van de regen. De landbouw staat daarom onder druk. Om die reden is op Texel gestart met de Zoete Toekomst, waarbij op 2 percelen grootschalige opvang en hergebruik van regenwater voor de landbouw wordt getest. De regendruppels komen via de bodem in de drainagebuis terecht. Alle neerslag wordt verzameld in de verzamelleiding en duikt na gefilterd te worden in een zandfilter in de ondergrond. Hier komen ze onder de kleilaag en zo ontstaat een grote zoetwaterbel in het zoute grondwater. Maar de Zoete Toekomst Texel is meer dan een ondergrondse opslag alleen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan watercoöperaties tussen de boeren, want hoe meer boeren water infiltreren, hoe groter en efficiënter het systeem wordt. Ook is de financiële kant erg belangrijk. Het uiteindelijke systeem wordt namelijk ontworpen op basis van de baten, zodat de kosten en baten voor de boer zich goed tot elkaar verhouden. Als het water weer nodig is in de droge tijd, worden de druppels omhoog gehaald en via de drains teruggegeven aan de planten. Uniek in dit project is dat het hele systeem voor het eerst wordt aangelegd op bedrijfsschaal. Zo sla je dus eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Er wordt water beschikbaar gemaakt, zodat de Texelse boeren kunnen irrigeren, iets wat tot nu toe niet mogelijk was. En het systeem van ondergrondse opslag wordt voor het eerst op grote schaal toegepast. Wie weet wordt dit een belangrijke oplossing voor de rest van Nederland.